Zo, het gaat. Oh, en deze. Ah! Ik vond het wel goed. Oh ja, we hebben genoeg ballen mee. Voor de B van bal. Maar we moeten nog met de A beginnen. Ja! Wat gaan we met de A doen dan? A, B, C. Ergens aan. Je zit aan een draaikolk. Ergens aanhangen. Achteruit in de speeltuin lopen. Aanhangen. Oké, achteruit. Maar dit maak ik een moeilijke. Achteruit de hinkelbaan doen. Goed zo, Kelly heeft de A gedaan. Dan. Emily. Goed zo. Luc doet de A van naar achteren schommelen. Oh, in de vol. De B van. Balk. Is het een balk? Bal. Nee joh, saai. Oh ja, hebben we daar al die ballen voor meegenomen. Oké, okay, challenge met B is de bal in dat ding gooien. Dus elke letter heeft een challenge nu. Oeh, dat valt niet mee denk ik. Miss Poes. Poesje mis. Miss Poes. Dat valt nog niet mee joh. Oeh, zo, je gooit hem zo overheen. Dat was ver. Ik wist niet dat je zo ver kon gooien, joh. Ik stond op het bankje. Oh. Deze denk ik ver, die gaat er denk ik houden. We hebben voor mij 4 ballen bij ons. Oeh. Die was echt bijna in, hè? Ja, ja, ja. Dan gaan Emily proberen. Valt niet mee hoor, Emily. Oeh, pak een andere bal. Hij zat er bijna in. Miss Poes, die is makkelijk. Misschien moet je die pakken. Hij is ver weg. Dat is ook nog leuk. Kunnen jullie alle drie op een nummer gaan staan. En dan, oh, dat zijn de punten. Ik gooi elke 1 punt. Nou zie ik het. Dat is 1 punt. Gooi steeds meer op 1. Ja. Maar proberen, Luc. 3 keer. 2 keer. Toch? Oeh, Luc pakt de zwaarste bal. Zou het lukken? Punten! 2 plus 5. Lees 3 plus 5. Oh. 8. We doen nog een beetje wiskunde. Wiskunde. De W van wiskunde doen we. Oh, gaat lekker, Emily. Ja. Yeah. Doekje pakken. Oh, kijk uit, Luc. Niet achter nu, hè. Jij mag zo Emily duwen. Caitlin, ik heb 10 punten. 10 plus 8. 18. Plus 1. 19. Luc is zo boos, hij wil Emily duwen. Doe maar duwen. Goed zo. Kijk uit, daar kom ik weer terug, die schommel. Oeh, kijk uit, Luc. Luc wordt eigenlijk gelanceerd. Voorzichtig, jongen.
Ja, dat is 7. Het zand, en dan valt de grond niet op. De zon schijnt, de lucht is blauw. Op het strand, alleen voor jou. Oh, wat een perfecte dag. Goed zo. Op het strand, alles mag. Met vriendinnen samen zijn. Dus helpen vinden, groot en klein. Oh, ja. 20 plus 1. Plus 10. Hey. Plus 5. Plus 5. 35 plus 5. Ja, je zat er lekker bij. Is dit de C van Caitlin? Zit klem met de C? Ja, de C is van Klimrek, maar dan? Climbing in het Engels. Caitlin is climbing. De C van Caitlin en klimmen in het Engels. En ik ben al 4 trouwens. Dus hij is goed, maar ik moet eerst nog 2 komen. Dat is prachtig. Ja. Nu is het ook een beetje de A van apenkooien. Als een apie mag de grond niet aanraken. De vloer is lava. De vloer is lava. En apenkooien. Oeh, gaat dat? Dit is nog niet op beeld. Maar Emily springt die schommel uit, valt op het gezicht, staat op en die krijgt die schommel tegen de hoofd. Nee, jongen. Ja, ga maar even de glijbaan. Dan moet je even doekje pakken. Je hebt nog allemaal pindakaas aan je mond. Ai. Dat ging snel. Caitlin is helemaal geapkooid naar de andere kant. En nu? Vellen, hè? Alle botjes heel houden. Wow, Emily! Wow. Oh. Even je kont schoonmaken. Wow, gaat het? Oh, je bent in het water. Oh nee. Hey Emily, weet jij iets wat met een D is? Nee? Dat is met de K. De D is van... Van... Draaien? Draaien. Oh. Daar kan je ook op draaien. Woehoe. Maar ik weet, waar kan je hier op draaien? Oh, Emily. Wacht, Caitlin. Caitlin. Kijk uit voor Emily. Trap hem. Wil je jas uit? Mag wel. Zie je vestje maar aan nou. Hey, maar net hadden we een challenge. Hè? We hadden een challenge achteruit op de ding en de bal ingooien. Is het jou gelukt eigenlijk de bal erin te gooien? Nee. Oh, challenge mislukt. En... De C was ook wel een challenge, hè? Want daar heb je hier helemaal overheen geklommen. De D draaien. Ja, kan je koppeltje duiken. Dat is duiken. Kan je... Mama, ik wil even over mijn. Wow! Boom! Dat is niet koppeltje duiken. Dat is klimmen. Oh. Dat is doe dit thuis niet na. A, B, C, D. De E. Kennen we iemand met de letter E in de naam? Emily. Kennen we iemand met de letter M in de naam? Ja.
Hey, dat ben jij. Emily. Ja. Kom. Kom. Kom, Emily. Emily, kom. Ik heb dorst. Bitte weist. Ik kan niet stoppen. Oké. Wie als eerst Emily kan tikken? Rennen, Emily, rennen. Emily tikken. Wie kan Emily tikken? Ik ga Emily tikken. Wie kan Emily tikken? Zo, Emily rennen. Rennen. Emily tikken, rennen. Rennen, Emily. Oh, zo, dat was iets te hard gedaan. Ja, nog een date. Even, Emily, hè. Nou, tikkeltje was geen goed idee. Mama is echt heel. Ja, de E van Emily. De E van Emily. Maar de tikkeltje was geen goed idee. Wat is er nog meer met een E? Nee, dat is een F. De F is wel van fles. Hey, de F. Of van fietsen. De F van... De F van flower. Ik zoek een gele bloem. Er was toch ook een gele bloem? Oh nee, dit is geen gele bloem. Dat is de midden. De F van flower. Oké, wie kan er van bloem naar bloem springen? Ja? 10 keer. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Challenge geslaagd. En nu gaan we. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, B, Q, R, S, T, U, V, W. Ivan? Emily, zij bijna mag glijden. Het moet niet, mag. Maar het is een challenge, dus wat kunnen we van de glijbaan? Op je buik... Ja, ga zo gek mogelijk van de glijbaan af. Wel voorzichtig. De challenge is zo gek mogelijk van de glijbaan. Oh, kijk uit. De B van blauwe billen. De H van helikopter. Nou, die kogel blikken. Waar is die? Oh, ik ben hem kwijt. Ja, achter de boom. Ik heb hem nog gezien. H van helikopter. Ja. En de H van hoog. Dat heb je ook al een beetje gedaan. Hard. Ging je ook wel. Vind je de H geslaagd? Zoek iets geks met een H. Nou, hebben we gezien. Helikopter. De I. De van I. In. In. Waar kun je in? In. Of ijzer. Heb je in je handen ijzer? De kettingen zijn van ijzer. I. Nee, I. Daar zo in. Kan je daar wel even in zetten? Waarin? Daarin. Nee, kijk. Nee. Ga je daarin? Doei. Ik zit ergens in. Ja. Je zit ergens in, ja. Ja. Ja, blijf je lekker staan daar. Nou, dat vind ik wel verzinnen iets geks om in te gaan. Nee, ook geslaagd. Ik vond hem creatief verzonnen van jou. Ik dacht, toen ik daar was, keek het hoekje op. Toen dacht ik, oh, daar kan ik best wel makkelijk in. Het is daar een beetje open, dus... Ja, even challenge. Die als eerst op een witte bloem staat. Oh, ga maar. Ha, goed zo. Jij mag
doen? Oh, sorry. Ik sta erop. Ik als eerst. Ik kan er op twee tegelijk staan. Ik ook. En kan je dan met je hand op de andere bloem? Ja! Heb je een driehoek. Zo, hé. Je bent sterk. Blijf gewoon even staan zo. Wow. DJ. Van joggen. Kan je een rondje rennen om de speeltuin. Oh, van jungle gym. Je een parcours moet afleggen. Oh, ze gaat voor joggen. Caitlin gaat voor joggen. Wie er als eerste is, ik ga winnen. Oh, je bent er al. Wow. En nu gaan wij de jedu van juichen. Hoera, we juichen voor Caitlin. Goed gerend. Nu moet je even bijkomen zeker. Nee. Nee. Oh. Oh, er gaat nog een rondje, oh. En die is omgevallen met motor. Motorongeluk. Oh nee. Stoppen. Mijn lichaam is stoppen. Nee, maar die mag ook. Even dus verslapen. Oh, oh, oh. Eh? In de bomen klimmen. Nee, ik kan hier niet in de bomen klimmen, schat. Dat gaat niet. Maar we zijn bij de letter K. Klimmen. 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 Nee, Liv vindt het tegenwoordig leuk om in bomen te klimmen. Gaat toch niet? Gaat dat? Nee toch? Denk ik niet. Denk jij van wel? Hij is wel lekker schuin. Wat te zeggen, Elisabeth? Ja? Ergens anders. Zie. Oh, in de hondenpoep. Draaien! Oké, ik laat je los. Wow, hij ging echt uit en hij draait weer. En dan ga je de andere kant op draaien. Kijk, kijk even voor je vingers. Wow. Oh, klimmen, kan jij dat klimmen? Ja? Waar ga je heen klimmen? De boom kan je niet in klimmen. Waar ga je klimmen? Oh, je gaat daar op klimmen. Ja, dat kan ook. Ik dacht iets van een klimrek of zo, maar Emily doet hier de K van klimmen. Klimmen! Maar oh, is ook een lekker met klimmen. Wow, jij sprong hoog zeg. Hé, hey, daar ging de helikopter weer. Ja, maar we zijn bij de L. De L van? Luke. Van Luc. Ik weet nog een Luc. Iets met een L. Lachen. We gaan Luc laten lachen. Dat is onze challenge. Ja. Twee L's doen tegelijk eigenlijk. Oké, Emily. Emily, de challenge is Luc laten lachen. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Ik weet het. Ja, dat was niet echt de lach. Nee, kietelen. Hoe laat jij Luc lachen? Ik moet helpen. Hoe kijk uit? Nu ga zitten. Hey Luc, hoe ga je lachen? Kijk eens naar Emily, Luc. Nee, hij gaat er niet van lachen. Van het land. Ja, ik weet alleen niet of we dit eruit moeten knippen. Het is een beetje raar. Hé, hey Luc, ik ga je pakken. Ik ga je pakken. Ik ga je pakken. Mama, zullen we pakken? Wat doe je daar? Hallo, van. Je mond gaat bakken. Eerst wel stil. Springen. Van. Luc, waar zit je op? Op een motor.
De hem is van motor. Het is maar goed dat jij die hebt mee. Van mama, dat is van motor. Ah, nee. Ja, maar snel zeg. Oh, ze kan hem allemaal pakken. Waar is Caitlin? Waar is die boef? Ik kan hem pakken. Maar waar is Caitlin? Oh, die zit natuurlijk in die bordjes daar verstopt. Nee, of niet? Ja, zie je. Ja. Oh nee, maar dan snel. Oh, ik kan niet meer, Emily. Oh nee, daar komt Caitlin. Ja. Oh. Ja, het zijn tegelijk. Oh, ze wil de M toch van me zeggen. Ik ga je pakken. Oh, zo. Dat was hard, ja. Die zou hard, zo. Ik heb hem. Oké. Ik vind jou en beter. Oh, Luke, nee joh. Luke. Dat kan niet. Dat doe je zus pijn. Dat moet je niet doen. Maar je ligt hier lekker te zonnen. Als ik ga wipwappen, dan hoor ik dat met drie keer was. Klots, klots. Hoe heet klotsen? Caitlin. Oké. We zijn bij de letter N. Ik zie wel iets met de N. Wat dan? Het is met drie letters. En dan de E. Nee. Nee, andere letter erachter. Oké, kan je het zeggen? Ik weet het niet. Pen. Wat zie je daar met de letter N? Nylon. Nylon, zo. Dat vind ik een goeie. Nylon. Hoe verzin je die nou weer? Nee. Nelpaard. Het heeft maar drie letters. Nelpaard. Wel goeie. Dit is een nelpaard, of niet? Nee, dat is een krokodil. Oh, jammer. Wat hangt daar tussen die twee palen? Nek. Nee, bijna. Klimmeren. Net. 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 Net gevonden. En de challenge is... Net. Wie het langst aan het net kan hangen. Aan deze kant. En dan hangen. Of er overheen klimmen, wat vind je leuker? Hangen. Emily, je moet hier aan hangen. Hij is hangt, hoor. Nee, niet daar wel. Mag wel. Nee, maar dan hangen. Emily, dan wordt samen kan trekken. Ik wil wat staan. Emily! Maakt niet uit, Caitlin. 2, 1, hangen maar. Hangen. Ja. Zo. Goed gedaan, Emily. Wow, je hebt het lang volgehouden. Zwemmen. Wil je ook hangen? Ja. Oké, hou je vast, hè. Die wil ik ook hangen. Hangen maar, Luc. Hoep. Ja, die handen pijn. Maar ik vind dat jullie de challenge is geslaagd. Goed gedaan. High five. High five is ook een H. High five. De H van high five, Emily. Krijg ik een high five van jou? Als ik helemaal... Hij wil bij de... Van Wipwap. High five? Nee, ik ben bij de Z van zonne. Lig je lekker? Ja. Oh. Een zeester. Oeh, krijg ik aan die kant een high five. 1, 2. Op, goed gedaan. Ja, dan moet ik weer helemaal omlopen. En hoog.
Jullie hingen hoog. Hop. Goed zo, Luc. Luc neemt de O, het obstakel. De challenge is om van die kant naar die kant te komen. Goed zo, Luc. Op. Andere hand ook in deze? Ergens op. Op, kan ook. Ja. Goed zo. Nu gaan we naar die, hè. Die handje daar doen. Handje vast. Ja. Goed zo, jongen. Andere hand ook. Ja. Je bent echt groot. Oeh. En nu ga je omdraaien. Blijf staan. Ik zit ergens op. Zie? Maar we zijn bij de O, dus op. Je moet ergens op. Wow. Goed gedaan, Luc. Wow, kijk hoe goed Luc wordt, zeg. Goed, zeg. Goed gedaan. Ben je af? Ergens op. Ben je naar die andere? Ja. Zie je zo? Hop. Ja. Even vast, hè? Op, op, alles is op. We waren net helemaal niet bij de H. Haha, haha, grapje. Nee, we waren wel bij de O. Jij neemt de obstakels, hè? Jij bent zo. Op de obstakels. Maar ook op. Oeh, Emily. Dat is een gekke schommel. Ook al is het helemaal geen schommel. Mama, ook al is het geen schommel, je kan toch wel schommelen. Goed zo. Heb je die touwen net ook gedaan? Nee. Oh, ik was zeggen, die vind ik echt knap. Die is helemaal schuin. Ik gleed elke keer naar beneden. Ik gleed naar beneden. Waarom gleed je eigenlijk nooit naar boven? Oké, vraag om jouw raadsel. Wat gaat wel omhoog? En niet meer omlaag. Wat gaat omhoog en niet meer omlaag? Weten jullie het thuis? Laat het weten in de reacties. Wat gaat omhoog en niet meer omlaag? Laat het weten in de reacties. Van? Papa. Papa, die is er niet. Ze kunnen niemand tikken. Kunnen... Gaan zitten met eten. Maar dat is niet de app. Maar hoe noem je dat? Gaan zitten met eten. Pannenkoek. Nee, pannenkoek. Nu ben je een pannenkoek. Nee, grapje. De P van, als je gaat zitten op een kleedje. We hebben geen kleedje. Met eten en drinken. P. Ja. Zo. Gaat dat, Emily? Eet smakelijk trouwens. Lekker. De Q van quiz. Doe maar. Quiz. Hoeveel speeltuinen zijn er ongeveer in Nederland? Zijn dat er 10? Dat is weinig. Ik denk dat we er allemaal meer dan 10 hebben gezien, toch, Emily? Ja, ik denk wel iets veel meer dan 11. Oh, 11 dan. Nee, kijk. Of denk je ongeveer 700? Of denk je ongeveer 800 of denk je ongeveer 900? 900. 700. 700. Ja, 700. Wat denk jij? 700, 800 of 900? 700. 21. Je hebt sowieso fout. Ja. Het zijn er ongeveer 800. Na telling staat erbij. Na telling. Hé, en wij wonen in de Hoekse Waard, hè? Nee. Ja, we wonen in de Hoekse Waard. Wij wonen... Ons eiland heet de Hoekse Waard. Oh. Maar daar in de Hoekse Waard heb je allemaal plaatsen. Dat klopt. Wij wonen in een van die plaatsen daarvan. Hè? Maar hoeveel plaatsen zijn er op ons eiland in de Hoekse Waard, denk jij? Zijn het er 10? Zijn het er 20? Of zijn het er 14? 14. Denk jij 14? Wat was de 10, 14 of 20 had ik gezegd? 20. Wat we hebben? Het Bijland. Meiseerland. West Maas. Klaswel. Nieuw Bijland. Er zijn er heel veel, hè? Auto. Weet je hoeveel er zijn? Nee. 14. Auto, nieuwe tol. Dat is geen plaats. Dat is in het Bijland. Dat is. Maar het zijn er 14 plaatsen in de Hoekse Waard.
Dat is leuk, hè? En mama, ik zei ze lekker. Van eiland naar eiland, we gaan van de Hoekse Waard naar. Nederland. Naar Ibiza. Maar we gaan eerst toch naar het vliegveld. Ja, we gaan eerst naar het vliegveld. Emily, doe ze niet mijn voet schoppen. En hoe heet dat land? Ibiza. Hoe heet dat land? Dat is in Rotterdam. Dus we gaan van de Hoekse Waard naar Rotterdam. Naar Rotjeknor. Rotjeknor. Dat zeggen ze altijd. Rotjeknor. We gaan van Rotterdam. We zijn bij de van Ratslag. Van Ratslag. Wow. Ratslag. En nu bij Koppelrol. Kun je wel voorzichtig? Kom. De Ratslag. Ah, ik zie je poezen. Oeh, Emily. Dat was een backflip, toch? Wie was dat, mama? Dat was een auto. Die doet er denk ik naar twee poesjes. Die lopen daar. Uh-oh. Kijk, die poesen. En die de ratslag. Daar lopen poesen. Daar, twee. Ja, ze is op die. Wat doen ze? Ach, waar is deze nou? Zoom in. Ja, ze is op de zonnestaat. Zoom in. We gaan morgen even een goede camera kopen. Oh, ze ziet niks meer. Uh-oh. De ene is die andere aan het besluipen, zie je dat? Ze mogen niet gaan vechten, hè? Dat is toch niet leuk? Goed zo, Luc. Gooi de bal. Hé, we missen een bal. Die grote zwarte, waar is die? Grote zwarte? Ja, met oranje. Waar? Oh, hij lag achter die schommel. Ik zag hem niet. Mama, mogen we niet aan? We kunnen twee dingen doen. We kunnen de S doen van schommel of de S van snoep. Doe maar schommel. Snoep, snoep, schommel, schommel, schommel. Schommel. Snoep en schommel. Snoep, schommel. Nee. Snoep, Sandy's candy. Snoep, schommel. Hier staat bijna jouw meestersnaam. Wat? Mijn meestersnaam. Bijna. Want hier staat Matthijs. En hij heet Martijs. Ja. Zuur of zoet, denk je? Denk zuur. En jij wil weer nog mee in de mond te gooien? Nee. Oh, mijn tanden vallen gek uit mijn mond. Nee. Ze zijn zuur. Maar echt zuur. Deze zijn zuur. Echt zuur. Beetje. Het is een arbeidzuur. Door deze zuur ga ik dood. Was die zuur, Luc? Wie legt de bal niet? Waar ga je dan heen? Naar een grote. Harde. Ik zeg elke keer eet pizza. Ja. Uh-oh. Beetje beton. Op deze tand. Oh, dat is knap. Oh, dat voelt niet lekker, hè? Omdat ze zo zuur zijn, ga je op je eigen tanden van bijten. Ze hebben echt zuur. Nee, niet echt heel zuur. Vroeger had ik echt hele zure snoepjes. Ik ging de zuurste kauwgom halen. En als ze dan die deed kauwen, dan kwam er heel zuur vloeistof kwam eruit. Ja, echt zuur. Die wil ik opeten, die zure kauwgom. Ik ook. Touw. Nee, touw. Het thee van touw. 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 Die paal is touw. 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 Staal. Touw. Ja, dat is met een S ervoor, schat. Oh. Ik zei ook touw. Ja, touw. Ah. Dat is de O. Maar we zijn bij de T.
Nee, dat vogel. Niet de... Die kokmeel dacht dat we bij de... We zijn bij de te kokmeel. Komt die, ja, Caitlin? Boven je. Ja, denk jullie hebben eten. Oh, wacht. Ik leg een kostje brood aan. Ik zal even weggooien. Bij die letter zijn we niet. Nee, die staar. Maar we zijn niet bij die letter. Die staar. Hé, hey, Luc, ik had een snoep in de zand. Snoepjes mee hierop. Tas. De T van... Hé, ja, dat is erg groot. Hé, dat is nog een. Hey. De T van trap. Gelukt. Maar een uitdaging van de thee moeten we hebben. Een challenge. Challenge. Zonder voeten van de trap. Ik kan het wel. Hé, hey, van de trap. Ja, 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 ja. Dat is op de trap. Ik zei van de trap. Nee, dat is geen leuke challenge. Oeh, wat doet die Luc? Springend van de trap. Is dat een leuke challenge? Van de trap? Ja, zo. Hop, 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 hop. Mama, ik ging staan van de draaipaal. Als je nou aan die leuning hangt, kan je zonder handen of niet? Maar is het net te breed, denk ik. Wat zegt die Luc? Nee. Hey, mama, ja. Zonder handen. Nee, doe mij niet dek van je. Dat is geen goed idee. Geen goed idee van mama. Net te hoog is die dan. Die vogel, denken jullie hem eten? Nou, hij is niet van jou, kokmeeltje. Hij wil het stukje brood, denk ik. Kijk. Doet hij, Luc? Nee, laat maar liggen. Dat valt alles te dek uit. Ik valt geen... in het zand, dat is niet lekker, hè? Dan hebben we de zet van zijn. Ja. Geen ja. Dan gaat hij brood pakken, kijk. Kijk, achter je. Dan gaat hij brood pakken. Eet je gelijk, zei ik. Dat is die weg. Nee, ik ga niet snoepjes pakken, joh. Maar er is toch geen snoepjes. Die is dan boven. Ja. Wat ben je aan het doen? Ik probeer verder goed. U kunnen we van uitdaging doen. Misschien kunnen jullie met z'n tweeën een uitdaging voor mij verzinnen. Ga mij samen verzinnen. Ik moet lopen. Wat is de uitdaging? Op die boot daar lopen. Nou. Dat is op. Ik durf er wel op, maar ik durf er niet meer af, denk ik. Dat is de uitdaging. Nee, niet daar. Ja, daarboven. Oké, dat was geen goed idee van mama Luc. Op die. Dat is toch geen goed idee, Luc. Oké. Oh, Caitlin, dat is toch geen goed idee. Heb je geen ander idee, Caitlin? Mama! Ja, ik moet hier ook van Caitlin. Ik durf er even nooit meer af, hè? Dat wordt leuk. Mama in de gips naar Ibiza. Ben ik al geslaagd? Alleen handjes er overheen lopen. Ja, nee, dat durf ik echt niet. Dat gaat te veel. Oké, weggeslaagd. Oké, okay, gelukkig. Kijk uit, Luc. Challenge van de letter V is op de vis komen zonder het blauw aan te raken. Ja. Mama, ik heb een.
Ja, je mag niet de blauwe raken, Emily. Wij schrikken. En dan moet je op de vis springen. Dus van het blaadje naar groen. En dan moet je weer terug ook. Oh, deze kant. Een aanloop, neem een aanloop. Emily, kijk, ik kan het voordoen. Ja! Kijk uit, Luc. Aanloop, denk ik. Ja! Kijk, ik ga nu nog een aanloop doen. Emily, als je een aanloop wil nemen, dan moet je hier staan, hè? Aanloop! Kijk uit, daar ga ik heel in. Hoppakee. Zou mama het ook kennen? Met heel lange benen. Het was vast veel en je moet aan die kant beginnen. Ja, heb ik gedaan. Nee. Ik was hier zo. Plop, plop. Maar je moet niet hier beginnen, maar hier. Oh, zo, je bent echt streng. Gaat dat? Je gaat. Mama. Wel. Ik kan dat wel. Is geboren aan de deur. Hey, van Wipwap. Kan je van de ene kant van de Wipwap naar de andere kant van de Wipwap lopen? Ja! Lopen! Je moet lopen! Ik moet wel hier beginnen. Ja. En als er iemand op zit dan? Voor Emily als er iemand op zit, dat is niet van de vier. Huh? 1, 2. Niet vallen. Goed zo! En kan je ook van de wip afspringen? Hoppakee! Kijk uit, keert veel hoofd. Niet eronder. Nooit eronder gaan. Als je naar beneden gaat, krijg je eronder, schat. Hop! Oh, je knie. Met blote voeten. Oh, kijk uit, Emily. Misschien moeten we één tegelijk doen, anders gaat het dadelijk fout. En Emily is trouwens al geweest. Oké, maar kijk uit, nu gaat Caitlin. Kijk uit. Kijk uit, anders zit je de dak tussen, dat is niet handig. Ik ga met blote voeten. Net zonder blote voeten. Nee, Luc! Ja, als iemand wipwapt, je bent groot. Nee, Luc, zit er stil. Kom, even wachten, Caitlin gaat overheen klimmen. Klimmen, lopen. Nee, Luc, even niet. Je mag zo. Oké, wie kan het hoogste wipwappen van jullie twee? Zo. Ja, dat vindt Luc leuk. Ja. Wie kan er van de glijbaan af? Ik. Ja, oh, dat weet ik niet. Nee. Ja. Mama, ik heb een wedstrijd. Ja? Ga maar. Nee joh, dan gaan we sokken aandoen, schat. Zo warm is het niet. Ik heb net mijn jas weer aangedaan. Even niet erop, Emily. Anders is Caitlin's uitdaging daar niet gelukt. Ja? Je kan het. Yay! Goed gedaan. Ja, ga maar het doekje pakken, ja. Goed gedaan. Hey. Even wachten, Lucky. Nee. Kijk uit. Niet doen. Niet gillen. Een X hebben we zo. Die is moeilijk. X. Kijk. Zo naar de overkant. Ga je uit. Nee, nog niet. Spring maar. Dan moet je naar de boom. X. Wat kunnen we met de X doen? Dan moet je naar de bloemen. We kunnen geen xylofoon doen hier. Naar de bloemen springen. Ja, dat is wel een goede weer. Kijk zo. Ik ga aan die X'en denken. Bij die andere speeltuin heb je zo'n X-vorm met die palen. Maar dat heb je hier ook niet. X. Je kan wel een X maken met je handen. Oh, dat is. Ga maar gewoon zitten, liefie. Nee, dat gaat niet, jongen. Dat ga je vallen. De X. Kelly heeft de X gemaakt. Maak de X op zijn kop. Dat is best wel moeilijk. De X. Ah, is het een X? Ja, het
drink ik wel. Oké, ik keur hem goed door je haar. Ja, is de ene X. Het was mijn arm. Hop, ging je wipwappen, Luc? Ja. X. Hey, ik zie nog een X trouwens. Als je die touwen daar, dat is ook net een X. Oh ja! X. Je moet verstoppen, de challenge is verstop je achter de X. Ik zie Kele echt niet. Of maak de letter X op de grond. Been ook wijd. En je arm ook zo? Nee, wacht. Ja, dan ben je de X. Zo? Nee, dan ben je de letter I. Die zo en dan die zo. Daar klopt helemaal niks van. Wil ik maar een soepje X? Nee. Dat is streng. Ik wil op Kele leggen om de X te maken. Als je nou... Dan hebben we ook een... Oh, dan ga ik zo. Ja, dan moet je plat. En je handen omhoog. Nou ben je een hele lange X. Emily, ook handen omhoog. Ja. De X. Ja, ik zie een X. Ik zie wat jij niet ziet. En dat is... paars. Ik doe paars. Ik zie dat de kleur is blauw. Ja, maar het was paars. Paars. Mijn zuster. Oh ja, die moeten we niet vergeten zo. De V is niet van vis. De V is van verzamelen. Alle spullen verzamelen. Nee. Nee. We waren bij de X. En dan heb je de I. Van YouTube. YouTube short maken. Wacht, je benen moeten wel bij elkaar. Challenge. Doe iets met een Z op de schommel. Ja, zit, maar de schommel is eigenlijk met de letter S. Maar Caitlin, zit op de schommel. En jij staat, maar je kan ook iets doen. Oh, niet oud doen, dat is niet met een Z. Kan jij iets met een Z doen op de schommel? Ga jij ook zitten op de schommel? Oh ja. Ik zit thuis. Wow, Emily, ga je hard. Dit is ook niet handig. Mama. Je ziet niks. Caitlin is de... Oh, jij bent de zus aan het doen nog. De Z van zonne. Je hebt een lekker plekje. Woe, Emily. Niet zuur kijken. Dit moet fout gaan. Druk op deze knop om te abonneren. Deze. Ja, blijf zitten. Druk op deze knop. Abonneren. En op deze knop op. Welke knop moet ik nou drukken? Dan rinken. Word je dan heel zuur? Oeh. Ik klim, jongen. Ik ben klein. Kijk eens je pik af. Ik ben klein. Je bent groot. Klein. Grote jongen. Wil je nog een keer van het rijpaal? Nee? Nee. Nee? Nee. Vond je het niet leuk? Ik vind het niet zelf leuk. Vond je het niet zelf leuk? Hier zit ze. Oh nee, niet zo dichtbij. Oké, blijf zitten. Oeh, ik doe ook mee. Tuurlijk. Waar zit ze? Beetje naar achter, Emily. Beetje naar achter, anders gaat het niet. Naar achter, ga maar. Ergens bij. Tot ik stop. Nou. Klein beetje, mouw, Emily.
Dat is wel een beetje fijn. Rollen maar, hè, Emily. Oh, bijna. Ik ging bijna verder, hè. Ik ga wel naar Luc. Dan gaat Luc naar mij en dan ga ik naar Emily. Emily, Luc doet ook nog mee, ja? Rol hem naar Emily, Luc. Ja. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei. Druk op die knop om te abonneren en op die knop.